Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij F1 23. We zijn er. Hier is het nieuwe spel. Ook voor mij weer helemaal opnieuw beginnen. Een nieuw spel, nieuwe carrière, nieuwe My Team, andere banen, andere rijders. Ja, noem het maar op. Voor degene die deze video voor het eerst zien, mijn naam is Jan Schraven. En ja, ik upload F1 content, voornamelijk My Team Career video's. Check ook even mijn andere playlisten die op mijn kanaal staan. Ja, hoe het daarmee is gegaan. Je kan F1 2021 terugkijken, F1 2020, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar goed, nu is het tijd voor F1 23. En jij wil je namelijk altijd op de hoogte blijven van nieuwe F1 23 My Team Career content. Abonneer dan vooral voor meer en schakel ook het tabelletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me even op de sociale media mijn gebruik, samen in de beschrijving. En dan gaan we gelijk voor een My Team starten. We zijn een nieuwkomer. Voor als je denkt, ja, waar is de EA-muziek? De muziek die F1 gebruikt is copyrighted. Dus daar kan je een copyright op claim op krijgen. Dus vandaar dat ik dat heb uitgezet. We gaan sowieso weer 16 races doen. Ik ben ook van plan om nu even voor het allereerst 30% races te doen. Ja, dat heeft Codemasters toegevoegd. En kijken of dat leuk is. En zo niet, gaan we gewoon terug naar 50% races. Oh no! Anyway, last week. Aantal nieuwe circuits, onder andere Las Vegas. Qatar zit er ook in. En Spanje is eindelijk geüpdate. De laatste chicane is weg. Moeten we gewoon even de kalender zien te bepalen voor dit seizoen. We beginnen sowieso in Bahrein. Saoedi-Arabië was vorig seizoen wel leuk in F1 22 My Team Career Mode. Nu moeten we dus compleet opnieuw gaan beginnen. We zijn dus weer een nieuw team. Eigenlijk niet, maar in dit spel wel. En zometeen gaan we ook bepalen hoe het team eruit ziet. Wie mijn teamgenoot wordt. Met welke power unit wij gaan rijden. Wat wordt de hoofdsponsor? Wat worden de teamkleuren? Wat wordt de livery? En dat soort zaken nog meer. Qatar en Las Vegas dus nieuw op de kalender. We kunnen er ook voor kiezen om bijvoorbeeld Las Vegas voor een seizoen te doen. Allemaal even kijken wat mogelijk is. Goed verhaal. En dan wordt dit hem, jazeker. Gaan even de custom settings er even bij pakken. Waarom? Ja, we gaan nogal gelijk schroef van start. De AI ga ik gelijk op 90 zetten. Normaal doe ik dat niet. Normaal begin ik op 80. Nu gelijk door naar 90. Ja, mocht het echt te makkelijk zijn, dan gaan we door naar 95. Maar we beginnen gelijk goed. Gaan er vol voor. Assist, even kijken wat handig is. Traction control, even gewoon op medium laten. Ik heb begrepen dat het dit keer op full wel kan. Sorry, op non. Dus geen tractiecontrole. Heb ik begrepen dat voor de controllers veel fijner is. Ik heb het even getest toen tijdens de practice programs. Nou, ik kan je zeggen, het was helemaal niet fijn. Je moest echt even wennen. Dus ja, we gaan gewoon weer op medium doen. De fault frequentie doen we op standaard. De fault type doen we ook op standaard of op high. Dat betekent dat we bijvoorbeeld een power unit probleem in één keer krijgen. Of dat er bijvoorbeeld een band los is geraakt. Ik noem maar wat. Dat is ook gedaan. Dan even door naar de simulatie settings. Doen we even nu voor wat het is. En misschien kunnen we dat volgend seizoen wel aanpassen of misschien in de race daarop. We gaan nu proberen om even kijken wat 30% is. Wat zijn de 30% races? Hoeveel rondes zijn dat?
daar zie je het al. Red flags increased. Formation lap aan. Safety car aan. Park van mijn regels sowieso aan. Rails en vlaggen staan aan. En de safety car experience doen we ja, op immersive. Oftewel, dat betekent dat je gewoon steeds bij ons aan boord bent. In plaats van dat je in één keer bij je Verstappen aan boord bent. Noem maar wat. Interessant. Dan is het dus gedaan. En nu moeten wij een team gaan starten. Oftewel, dit is gewoon weer ja, oude koeien uit de sloot halen. Want ja, dit zijn we al 2 jaar of zelfs 3 jaar gewend van Codemasters My Team Career Mode. Ik heb het eigenlijk ook veel liever dan Breaking Point. Maar ja, Breaking Point is maar een aantal scenario's, een aantal races en ja, that's it. Dus, en dan moet je toch door met My Team. Want dan heb je niks anders. Wow. Gaan gewoon weer voor onze karakter. Ja, ik lijk er niet echt op. Maar goed, ze hebben ja, niet iets anders. Ze hebben wel een Aziat. Alleen ja, daar lijk ik echt helemaal niet op. Dus dan doen we dat maar niet. Voor degene die denken, ben jij een Aziat? Ja, ik ben een Aziat, alsjeblieft. In de banner staat mijn kop. En bekijk je maar even goed en dan zul je vast op denken, ja, die is Aziat. Moeten even zometeen de startnummer gaan bepalen. Normaal is dat 81, vanwege mijn geboortedatum, 8 augustus 2001. Daarom heb ik mijn kanaal ook 81 erachteraan gezet. De audionaam is gewoon weer de professor, zoals de afgelopen 3 My Team Career Mode seizoenen en wat is er nog meer content van F1 2020 tot F1 22. Even kijken of 81 erbij zit. Nee! Ze hebben 81 weggehaald. Nou, dan wordt het maar nummer 8. Dan maar dat. Doorgaan en dan is het nu de helm gaan bepalen. En van die helm, dat is eigenlijk al de basis voor de teamkleuren. We hebben trouwens ook de Verstappen bonus pack. Dus ja, Max een auto. Ja, niet Max een auto, maar Verstappen.com zit er ook in. Maar goed, die gebruiken wij niet. We willen gewoon onze eigen kleuren gaan bepalen. Ik zit er gewoon even te spelen met de kleuren zelf. Nou, helm dus gedaan. Op naar het pak. Dat ook even aanpassen. Dat is dus ook aangepast. Nu even de handschoenen. En weer gewoon in diezelfde kleuren doen als het pak, de helm. En van die kleuren, daar baseren wij ook de raceauto op. Even naar de podium emote gaan. Wat willen wij zien als wij de race hebben gewonnen? Dan even de victory radio call. Lekker enthousiast, doen we dat dan maar. En dan gaan we nog even alles controleren. En dan is het nu tijd voor het team. Oftewel, we moeten nu de teamdetails gaan bepalen. Wat wordt onze naam? Natuurlijk, Schraven Racing. Wie wordt onze teamgenoot? Wat wordt onze hoofdsponsor? En wat wordt de power unit? Gaan we met Ferrari motoren rijden met Red Bull powertrains? Honda dus. Renault motoren of Mercedes motoren? En van de hoofdsponsor hebben we een aantal doelen. Zie je volgens mij daar in beeld. Dan nu even door naar
de Power Unit. Kan het zijn dat we het zo meteen nog gaan aanpassen hoor. Dus je weet maar nooit. Dit is gewoon even kijken wat de mogelijkheden zijn. We zien dan een oude bekende, Richard Verschoor. En die pakken wij denk ik gewoon weer. Obviously the greater the performance and durability the better. But be careful about spending all that. Looks like we can afford this power unit supplier and teammate. We hebben in totaal nog $400,000 over. En dan nu door naar de livery van de MyTeam auto. En ga gewoon even kijken welke kleuren de beste zijn voor onze auto. Je kan ook bepalen of het mat, metallic, gloss of satin is. Donkere kleuren in ieder geval erop. En dan bij de Sharkfin dus zwart. En dit wordt denk ik dan dus gewoon de auto. Even lopen spelen met de paint finish. En is het tijd om door te gaan. We kunnen nog even een persoonlijke sticker eraan toevoegen. Even de juiste groen kiezen. En dan door. En het is nu tijd voor het logo en de team kleuren. Het logo wordt gewoon weer een S van Schraven Racing. We kunnen nog even kijken of we een andere kleurinstelling doen van de helm. Misschien dat we groen of zwart eraan toevoegen. Pak ook even aangepast en de handschoenen dus ook. Komt het mooi overeen. Achtergrond is in ieder geval gedaan. Daar staat de S. Die moeten we ook even gaan aanpassen. Gedaan. En dan nu even teamkleuren. En dat is het. Dat is de auto waarin wij gaan rijden dit seizoen. We kunnen nog even alles even aanpassen als we dat zouden willen. Maar ik vind het wel mooi zo. En klikken op Advanced, oftewel, we gaan dus nu echt beginnen, maar eerst een interview met Natalie Pinkman heet zij volgens mij. New year, new drivers, new team. Welcome and great to have you with us as we move far away from the paddock to the headquarters of the newest outfit on the Formula One grid. We've been granted exclusive access with an interview not just with the team owner or the star driver, but both. Because for the first time in modern F1 history, the team owner is behind the wheel themselves. Now is a great time to bring a new team into the sport, particularly off the back of such compelling competition last year. 2022 saw huge regulation changes, and it was Red Bull who came out on top in the development race.
But that was last year. This year could be a very different story. Let me tell you, this facility is an absolute hive of activity, and there is a palpable sense of excitement around the car they've built. Quietly, they truly believe they can challenge at the top, and they've had the time now to craft a hugely competitive race car. But theory is one thing, and taking on the brightest lights in motorsport is quite another. So how does the owner of F1's 11th team feel as they prepare to be thrust into the limelight of the F1 circus? New driver lineups, Qatar returns, Las Vegas debuts, and the engineering race continues to push the sport and the drivers to new heights. What are they aiming for? Most excited about? Most nervous for? Well, soon we will meet them to find out. But first, let's take a look at the brand new car. Nou, dat was dus de officiële presentatie. Ik moet wel zeggen, het klinkt niet alsof je kan zien dat zij dat echt heeft ingesproken. Want de lippen zie je niet bewegen. Nogal slecht gedaan van Codemasters, maar goed. We zitten nog in de beginfase van de game. Er gaan nog allerlei updates gaan plaatsvinden hierover, dat ze dit verbeteren. Nu even een interview dus. Al even snel de vragen gaan beantwoorden en dan is het wel tijd voor... Dan denk ik dat we dan doorgaan naar de kwalificatie. Ik verwacht niet dat wij gelijk voor een top 10 positie kunnen gaan vechten. Ik verwacht gewoon P20 tot P22. Misschien zelfs nog achter Richard Verschoor. Maar dat moeten we even kijken hoe we dat dan gaan aanpakken. En dan de race zelf. Maar eerst de kwalificatie. Het kan zijn dat je zometeen ook tijdens de kwalificatie het on-screen display dat het wat anders is. Ik heb een beetje lopen worstelen daarmee. En ja, het ziet er wat anders uit. Bijvoorbeeld dat eentje net wat hoger zit dan tijdens het on-screen display van de race. Maar goed, dat is allemaal voor later. Nu even dit interview even vlug afwerken. En dan is het tijd voor onze allereerste kwalificatie. Voor onze allereerste 30% race. In Bahrein, dat zijn 20 rondes. Je denkt bij jezelf, is dat niet een beetje kort? Ja, dat is een beetje kort. Maar ik wou zo snel mogelijk in de video gaan beginnen. En misschien... Als deze klaar is met renderen later, dan gooi ik hem gelijk op YouTube. En dan komt hij misschien wel 15 juni of van dit weekend komt hij misschien wel uit. Goed, podiumpass doen wij niet. Heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Nieuwe helm, lekker interessant. Even kijken naar de mail of we daar nog iets in hebben gevonden. Niet zoveel bijzonders. To use the time between races to the fullest extent. And that's where these activities come in. Manage everyone's time. Nou, activiteiten dus even doen. Maar goed, dat weten we allemaal van de vorige My Team Keremote video's. Nu is het tijd voor de kwalificatie voor onze allereerste race. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. En het leuke vind ik, daar links bovenin zie je ook ons logo nu. Heel erg vet om dat te zien. Kan zijn dat het on-screen display tijdens de race wat anders uitziet. Je moet namelijk nu voor alle sessies je on-screen display aanpassen. En ja, dat gaat dus minder makkelijk. Schiet er al gelijk door in bocht nummer 1. Geen probleem, moeten het gewoon goed gaan maken tijdens de rest van de ronden. Ik verwacht niet dat we door kunnen komen naar Q2. Ik verwacht ook niet te veel van Richard Verschoor. Rijden dus met Ferrari motoren. En hebben daar volgens mij Sergio Perez achter ons. Gasly naar de snelste tijd. Perez kan er niet voorbij, maar dat willen wij ook niet. Want ja, we zijn ook bezig met een snelle ronde. Daar iets te veel over de curbs. Auto bijna kwijtgeraakt. DRS geopend en dat is een P6. Op ruim 18e van Fernando Alonso. Die op P5 rijdt. Verschoor komt tekort op ons. Wij dus naar P8, Verschoor naar P9. We zijn dan maar aanbeland bij het einde van Q1 en wellicht ook
de laatste ronde van de kwalificatie voor ons hebben Logan Sargeant ook inmiddels veroverd. Hij komt op P21, wij dus op P19. Ik denk dat Alexander Albon op de laatste plek rijdt. Maar we gooien hier helaas die eerste bocht. Dat betekent Delta kwijt. En je ziet al gelijk 3/10 boven onze eigen tijd. Dit wordt geen verbetering van onze tijd. Dan moeten we zo meteen kijken waar we staan. Want hier gaan we te wijd en de ronde is gewoon helemaal weg. Perez na de snelste tijd. Verstappen op P2. Sainz 3. Leclerc 4. Russell 5. Alonso 6. En wij staan op de laatste plek. Want Verschoor en Sargeant zijn toch sneller gegaan. Nu is het tijd voor de allereerste wedstrijd van F1 23 My Team Career Mode in Bahrein. Kijken wat we daar kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. No more testing, no more practice. This is the real deal. And it's make or break here at round 1 of this year's Formula 1 World Championship. There's no shortage of passing opportunities around the 3.36 miles of the Bahrain International Circuit. With the best, of course, at Turn 1 and then another soon after into Turn 4. 15 corners here, 6 to the left and 9 to the right. And we could see one or two flat spots into the tight left-hander of Turn 10. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. World champion Max Verstappen starts from pole position. And it's Charles Leclerc in P2. Looking at the rest of today's grid, we have Perez, Hamilton, Russell, Fernando Alonso, Ocon, Gasly, Norris, Stroll, Bottas, Albon, Magnussen, Sainz, Tsunoda, Joe, Hülkenberg, Oscar Piastri, De Vries, Richard Vasseur, Sargeant, Richard Vasseur. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. I'm joined by Anthony Davidson at the start of a new season, and it is a clean slate. Absolutely anything is possible right now. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice, and they've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Okay, this starting position is not representative of your talent. We can do a lot better than this. Come on, mate. No. Ja, Max zegt het al, ja, dit zijn we dus niet van je gewend, je kan veel beter. Nou goed Mark, ik zal je wat vertellen, dit is onze allereerste race en ja, dit kan gewoon gebeuren. We moeten nu ons gaan voorbereiden voor de formatieronde en dan kunnen we gaan beginnen voor onze allereerste race hier in My Team Career Mode F1 23. Met maar liefst 4 Nederlanders op de grid. Regerend wereldkampioen Max Verstappen, Nick de Vries, Richard Verschoor en mijzelf. Heel veel informatie wat we eigenlijk allang weten van de engineer. En dan komen we aan bij de laatste bocht en dan gaan we ons gewoon voorbereiden voor de race. We moeten goed in de gridslot komen. En de vraag is, komen wij goed erin? Jazeker, en dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 1 van F1 23 My Team Career Mode. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen prima weg. Beter dan Sargeant, beter dan Verschoor, beter dan Piastri. Maar worden hier helaas opgesloten door diezelfde Piastri. P21 tot nu toe maken hier een divebomb naar heel veel rijders voor ons. Kleine touché met Valtteri Bottas aan de buitenkant. En dat is een P14. Flink moment overstuur en moeten daar corrigeren. Hülkenberg zit in onze slipstream, maar kan er niet voorbij. Maken een divebomb naar Gasly en dat lukt, dat is P13. Nu op naar Alexander Albon voor P12. Prima start hier in My Team Career. We gaan daar een klein beetje wijd. Gasly valt terug aan, kan er niet langs.
En hier aan de binnenkant bij Albon. Laat hem gelukkig leven. Duw hem daar wijd. En dat is P12. 10 plekken gewonnen. Onder nummer 2 is het als ze daar in één keer aanvallen bij Sainz en Alonso. Raken Fernando Alonso. Waren even afgeleid en Sainz valt uit in de wedstrijd. Hebben daar zelf een flink moment overstuur. Sainz is uitgevallen, Alonso dus te grazen genomen. En P10 is van ons een puntje erbij, maar gaan hier te wijd. Alonso kan terugkomen, maar wij hebben de betere banden. De zachte band ten opzichte van de mediumband. Geel in sector 1 vanwege Carlos Sainz, die daar stilstaat. Gaan hier helaas weer te wijd. Alonso dit keer ons gepasseerd, gooien onze overtakenknop aan. En zijn er weer voorbij. Zij aan zij. En dat lukt nog steeds. P10 in handen van ons. Hulkenberg dit keer naar P11. Dit gebeurde er met Carlos Sainz in ronde nummer 2. Had volgens mij een motorisch probleem. Ja, en wij raakten Fernando Alonso Sainz. Hier dus uitvallig nummer 1 in My Team Career Mode. Reed niet goed voor de Ferrari-coureur. Jammer voor hem. Ronde nummer 3 is het als Stroll inmiddels is weggereden. Gat is 2 seconden. Wij hebben het lastig met de banden en het insturen. Hulkenberg probeerde het daar aan de binnenkant. Lukte niet. Wij houden nog steeds die 10e positie in handen. En ik verwacht ook niet dat wij naar Lance Stroll kunnen gaan toerijden. Daar weer een flink moment. En Hulkenberg zit dit keer wel er dichterop. Maar wij hebben de overtake. Gooien hem ook aan. En Hulkenberg is gewoon kansloos op dat rechtstuk. Rijden wel trouwens met Ferrari motoren. En je ziet al, gat naar Stroll is inmiddels 3 seconden. Wordt alleen maar groter en groter in deze race. Moeten Hulkenberg en voornamelijk Fernando Alonso zien af te stoppen in deze wedstrijd. Daar zit Hulkenberg te kijken voor P10 en is er voorbij. Remmen later en sturen ook gewoon mooi in. Tikken daardoor Hulkenberg op de curbstone. Hebben daardoor wel DRS. Onder nummer 4 is het als Fernando Alonso dit keer naar ons is toegereden. We hebben helaas geen DRS. Wel wat overtake om mee te spelen. Alonso aan de binnenkant is er voorbij. In ronde nummer 5. Wij vallen terug aan bij de Spanjaard. En dat is nog steeds een P10. Jazeker. Mooi gevecht voor een punt. Gaat naar Magnussen inmiddels 5,9 seconden. 5,8. Wordt alleen maar groter en groter in de wedstrijd. Dit is in ronde nummer 7 van de race. Als we daar iets wat op de curbstone komen. En daar zit Fernando Alonso misschien te kijken. We gaan hem richting die muur duwen. Lukt niet. Alonso is er voorbij. En de pitwindow is open. Neem hier weer een wijdere lijn. En dat is nog steeds P10. Misschien moeten we de AI omhoog zetten naar 92. Misschien zelfs 93 voor in de race. Kwalificatie laten we gewoon op 90 staan. Want ja, we merken gewoon, of ik merk dat ik het nog heel lastig heb. Maar tijdens de race lukt het wel allemaal. En Alonso rijdt wel op een compound harder. Dus die gaat later stoppen dan ons. En wij laten even groen in sector 1 noteren. Einde ronde nummer 8, begin ronde nummer 9. Alonso dit keer weer aan die binnenkant. Wordt daar flink afgeknepen door ons. Maar kan er niet langs. En krijgen een waarschuwing. Van de race director. Alonso dit keer aan de buitenkant. Lukt ook niet. We laten hem staan. Laten hem ook uitlopen. Alonso nog steeds op P11. Gasly inmiddels naar ons toegereden. Rijdt op P12 op die harde band. Moet nog een keer naar binnen. Alonso hier aan de buitenkant dan proberen. Lukt ook niet. Schiet er wel door. En dat betekent dat Alonso naar P10 is. Nog niet. Want wij hebben de overtake en de zachte band. Verdedigen. Zo nodig extreem hard voor een punt. Weet niet of het slim is, want ja, we moeten nog een keer naar binnen. En ik duik dus naar binnen voor mijn laatste pitstop van de dag. Gaat naar de mediumband in ronde nummer 10. Nog 10 rondes te gaan in de race.
Alonso kan dus zometeen de overtake op ons gaan plegen. P4, een prima pitstop. Dan komen we terug op P18. Achter Kevin Magnussen. Perez leidt de race volgens mij. En kunnen nu alleen maar gaan stampen voor de laatste 10 rondes in de race. Gele vlag. Omdat daar iemand is gespind. Lance Stroll. Maar de Canadees rijdt weer. Goed voor hem. Herhaling wat er is gebeurd in ronde nummer 8. Mooi gevecht voor een punt. Alonso in de slipstream. Wordt hier geblokkeerd. Kan er niet langs. Moet het zometeen hebben van de fout hier van mij. En Alonso met een flink moment corrigeren. Raken elkaar daar. Alonso kan hier helemaal niks. Wij gaan in besparingsstand. Kijk naar de buitenkant, de Spanjaard. Wij gaan met hem mee. En laat hem hier staan. Alonso kan helemaal niks. Dat allemaal in ronde nummer 9. Voor een punt gaat dit. Maar goed, beter een punt dan geen punt. Alonso hier dan weer. Maar wordt daar gewoon geblokkeerd door ons. Moet daar naar de buitenkant kijken. Lukt niet. Wij gaan daar een beetje te wijd. Dat ziet Alonso. Maar wij hebben hier dan de betere tractie. En snijden heel scherp naar zijn lijn toe. Alonso dit keer wel gezien. Toen op dat moment. Ronde nummer 13 is het. Als wij nog steeds op P10 rijden. Waarom? Alonso is naar binnen geweest volgens mij. Voor zijn pitstop. En is achter ons beland. Gele vlag in sector 1. Omdat daar iemand is gespind. Dat is volgens mij George Russell. Russell gespind in de eerste bocht. In ronde nummer 14. Nog 6 rondes te gaan in de race. Gat naar Russell is nu gekrompen tot 4.5. 3.5 zelfs, 3.4. Kunnen wij nog een P9 gaan pakken. Herhaling van George Russell, dit keer nog met de oude auto. Want in het echt hebben ze nu ook sidepods. Dat hebben ze hier nu nog niet. Codemasters moet daar gaan updaten en geeft gewoon te veel gas. Russell geeft te veel gas. Dat betekent auto kwijt. En gespind. Daar zie je het. De Mercedes heeft geen sidepods. Codemasters moet daar nog een update voor gaan uitbrengen. Hamilton op P4. Perez aan de leiding. Leclerc 2. Verstappen op P3. Wij dus op P10. Bottas achter ons. Tsunoda heeft Alonso te gazen genomen voor P12. We zitten in ronde nummer 18 als in één keer Alonso naar ons is toegereden. En het wordt een pittig gevecht voor een punt. Omdat ook Pierre Gasly erbij is betrokken geraakt geweest. Denk ik. Ronde nummer 19. Nog 2 rondes te gaan in de race. Gaan daar een beetje wijd. Zon is gezakt. De lantaarnpalen gaan hier aan. Op het circuit. Alonso en Gasly nog steeds samen voor P11 aan het knokken. Daar hebben we een moment. En Gasly profiteert ervan. Want wij kwamen op de curbzone terecht. Maar hebben hier gewoon de betere tractie. En nog steeds P10. Gasly dit keer aan de buitenkant in ronde nummer 19. Is er nog niet voorbij. Gaan heel fel verdedigen. Soms iets te fel. Maar goed, zolang race director er niks van zegt, vind ik het oké. Gooi de overtakeknop aan met nog een ronde te gaan. Ronde nummer 20 loopt inmiddels. Met Perez zometeen als racewinnaar. Leclerc op P2. Hamilton op P3. Verstappen op P4. Enige uitvaller is Carlos Sainz. In ronde nummer 2. En wij gaan de druk hier nog steeds voelen van Fernando Alonso. Die naar ons is toegereden. Maar hij kan het denk ik niet meer goed maken. Dat betekent dat wij punten pakken in onze debuutrace. Het is eigenlijk een punt. We pakken een punt in onze debuutrace. Goed gedaan. P10 is van ons. Vertrokken vanaf P22. Eindigen op P10. Uitstekend resultaat. En is het op naar de volgende ronde. Take care of the car on the way in.
a magnificent race and a drive right out of the top draw to take the win for Red Bull today. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalise on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. Nou, hier benoemde ze uitspraak van de allereerste race. Perez dus als winnaar pakt. Ook tot de race van de punt. Charles Leclerc naar P2. Lewis Hamilton toch nog naar P3. Pakt Verstappen. Die vertrok vanaf pole position. Pijnlijke race voor hem. Norris 5. Ocon 6. Russell 7. Magnussen 8. Stroll 9. En wij dus in onze debuutrace voor het nieuwe team naar P10. Goed gedaan. 1 uitvaller. Carlos Sainz verschool op P20. 10 in het coureursklassement. 8 in het constructeursklassement. We hebben het goed gedaan in onze allereerste race. Hopelijk kunnen wij dit vasthouden tot het einde van het seizoen. Team McLean met mezelf en Richard Verschoor level 2, level 6. Het team is dus level 2. Jazeker. Level 3 zelfs. Oké. We gaan in één keer hard. $125.000 erbij. Goed gedaan. In totaal $3.17 miljoen op de bank, omdat we geen sponsoren hebben. Dus we moeten het daarmee doen. En van dat geld kunnen we ook faciliteiten gaan kopen. Wat zorgt dat de auto alleen maar beter wordt. Maar goed, dit is pas seizoen 1. Er zijn nog heel veel races te gaan. En dan is het tijd om af te sluiten. De allereerste race, allereerste video van het nieuwe spel zit erop. Hartelijk dank voor het kijken naar deze video. Ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen voor meer wekelijkse F1 23 My Team Kremlin content. Ik weet niet of ik Breaking Point ga doen. Ik vind dat niet zo'n... misschien niet de moeite waard om dat te gaan op te nemen. Kan van gedachten gaan veranderen in het komende jaar of in dit jaar zelfs. Dus ja, moeten we even kijken wat we dan gaan doen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal. Gewoon even doen voor meer wekelijkse F1 23 My Team Kremlin content. En ja, like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. En volg me even op de sociale media. @GiannanSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam is in de beschrijving. Dit was Giannan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga verder met F1 23 My Team Career Mode. Tot dan.